de zaal. Wie heeft de vragen? Ik was benieuwd wat mevrouw Berendsen ervan vindt dat de nazit die we straks gezellig met elkaar hebben, dat dat een borrel genoemd wordt door de vereniging. Een borrel hoeft geen alcohol te hebben hier zo in dit verblijf. Dus, ik neem aan dat die voor mij bedoeld was, of niet? Ja. Oké. Nou, ik ben niet tegen alcohol, even voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat ik niet vind dat niemand alcohol mag drinken. Ik denk wel dat we vaker moeten bedenken of iets alcoholgerelateerd moet zijn. En kijk, als je een feestje hebt en je hebt wat te vieren, is het natuurlijk prima als er alcohol geschonken wordt. Maar wat je nu ziet is dat het te pas en te onpas eigenlijk alcohol op tafel komt. En ik denk zeker dat bedrijven en gezondheidsorganisaties vaker moeten overwegen of een personeelsborrel of een ander soort viering, of dat wel of daar wel alcohol bij geschonken moet worden, of dat het misschien ook alcoholvrij kan zijn. Maar goed, het is uiteindelijk wel iedereen zijn eigen keuze om te drinken of niet. U mag dus dadelijk zelf kiezen of u al dan niet alcohol hebt. Dat ga ik u niet voorschrijven. De volgende vragen stel. Is er meer? Ja. Ik heb even een vraag voor Lucas Stalpers. We gingen allemaal staan en zitten om uit te maken over hoeveel geld het ging. En ik had even de indruk dat jouw definitie van preventie toch wel erg eng was. Want als ik kijk hoeveel we de afgelopen jaren uit hebben gegeven aan bijvoorbeeld vaccinatie, COVID. Maar we doen dat ook voor het RVP. En er zijn nog wel andere dingen. Die had je waarschijnlijk niet meegenomen. Ja, je hebt me betrapt inderdaad op een iets wat inderdaad. Wij geven voor 2023 geven we bijvoorbeeld 200 miljoen euro uit aan extra vaccins. Nou ga ik iets heel gevaarlijks zeggen met het risico dat ik niet naar de borrel mag. Er is een studie van het RIVM die laat zien dat de rijksvaccinatie voor de gewone DKTP, zij zeggen ook 300 levens per jaar redt. Omdat het om jonge levens gaat en met name de polio is dat natuurlijk wat heel veel, wat ook nog heel veel ellende geeft, vind ik dat wel besteed geld. Als je zegt, je gaat 200 miljoen uitgeven om een gelijke effect nog te resorteren, dan zou je moeten overdenken of je datzelfde geld niet beter kunt besteden. En daar ben ik duidelijk genoeg of begint Kees al met modder te gooien? Nou, dat was eigenlijk mijn vraag niet. Mijn vraag was meer methodologisch. Dus wat reken je tot preventie en wat reken je niet tot preventie? En ik heb de indruk dat je alleen die dingen die tot gedragsverandering... De methodologie is dan heel duidelijk dat wat de staatssecretaris dat deel van in het preventieakkoord heeft staan. Ja, het is eigenlijk een veel makkelijker vraag die ik net beantwoord heb. Even ik zal hem gelijk moeilijker maken, want ik kan me herinneren dat bij de begroting Verkeer en Waterstaat op een gegeven moment al die wegafschermers aangepast zijn, omdat er een motor tegenaan kon rijden en dat zou zoveel doden opleveren. En toen was er een cynisch stemmetje die zei in de fractie, maar die betekent wel zoveel transportaties extra, dus netto is dit negatief. Deze preventiemaatregel. Dus het is wel een beetje hoe je natuurlijk en wat je onder preventie telt. En terecht zei jij wat in het budget van VWS zit en niet andere budgetten. Ja, nou, we hebben het niet over het zorgbudget gehad, maar inderdaad, die heb ik inderdaad weggelaten, zorgbudget. Wij geven 3 keer zoveel per persoon uit, bijvoorbeeld dan Griekenland. Dat is ook wel logisch aan zorg. Hè? Terwijl dat voor 2009 niet zo was. Daar gaven de Grieken ook heel lekker veel uit. Maar die moesten bezuinigen om een of andere reden. Ik weet niet meer waarom. Maar de levensverwachting is in Griekenland meer toegenomen dan bij ons. Ja, dan komt die olijfolie. Ik weet het niet of dat de olijfolie is. Ik geef de voorzitter van de vereniging het woord. Dankjewel, niet als voorzitter. Ik heb onder andere in Zwitserland gewerkt en daar was het op kantoren zo dat de werknemers, werknemsters, konden kiezen of ze aan een zittend of aan een staand bureau wilden of aan een bureau
wat je naar behoren omhoog of omlaag kon zetten. Dus de vraag is, zou dat in Nederland ook in de arbeidswet moeten? Ik ben onderzoeker, geen politicus. We beslissen allemaal over politiek. Wat mij betreft wel. Ik zou zeggen, kijk, het draagt gewoon bij aan gezondheid. Dus ook aan welzijn van je werknemers. Dus op zich met kantoorbanen waarbij je echt 8 uur per dag geacht wordt om te zitten. Hoe noem je dat? De callcenter medewerkers. Ook bijvoorbeeld zijn niet alleen maar mensen met wetenschappelijke opleidingen. Maar ook gewoon callcenter medewerkers die essentieel zijn. Die zitten ook veel. Ja, als zij moeten eigenlijk inderdaad die kans krijgen om te gaan staan. Maar ik kan wel begrijpen dat dan die body of evidence van hoe lang moet je nou zitten en staan, natuurlijk iets sterker moet zijn misschien, voordat daar echt iemand geld in wil steken. Dat is natuurlijk altijd de crux. Ben je dus ook aanhanger van de flexplex of op kantoren? Nee, maar dat is persoonlijk. wel als je dan stabureaus kan gebruiken, dan zou ik er blij mee zijn. Microfoon. Er zijn ook geluiden of artsen, wetenschappers die zeggen voor preventie hoef je niet per se sluitend bewijs te hebben, omdat het een voorzorgsmaatregel is. Als je kijkt naar de autogordel, die is voor 60% effectief. Van die 60% is nog minder effectief bij een frontale botsing. Dus bij een zijbotsing is die dan weer effectiever dan frontaal. Maar toch doen we het allemaal, omdat het een voorzorgsmaatregel is. Dus, maar goed, het geld groeit natuurlijk ook niet aan de bomen. Dus je moet wel inderdaad keuzes maken. Ja. Daar komt het vaak op. Ja, ja. Ja, dat was een maatregel die we met z'n allen moesten betalen, niet de overheid. Dat scheelt wellicht ook. Ik ga eerst naar achteren. Daar mevrouw, we hebben nog geen dames gehad. Dus. Kunt u even toelichten wat met 60% effectief wordt bedoeld? Want ik vind dat klinkt heel erg veel. Ik verstond de vraag niet. De vraag was 60% effectief van de gordels. Dat klinkt niet als veel. Wel veel. Nou ja, het ligt aan, wat versta je onder effectief? Als het 60% effectief is in het voorkomen van doden, zeg nou, kat in het bakkie. Maar ik weet niet precies hoe ze het onderzocht hebben, eerlijk gezegd. Maar ik vond het wel interessant omdat dat ook niet, weet je, maar dat is overal, niets is natuurlijk 100% in de geneeskunde. Want bloeddrukverlagers en zo en cholesterolverlagers zijn ook niet. In de griepprik is ook 40-60% als we mazzel hebben en als desbetreffende variant aansluit op de griepprik. Dus ja, wat we willen is 100%, maar dat is onmogelijk. Toch? Helder. Hiervoor. Die meneer heeft al een paar keer een vraag gesteld, dus ik sla u even over. Nico Terpstra. Ik heb een vraag eigenlijk, ik weet niet precies aan wie, aan jullie alle vier eigenlijk. Gebaseerd op een studie van de zakenmannen van Helsinki. Het is een lange longitudinale studie of leefstijlinterventie nu eigenlijk wat toevoegt. En daar bleek dat eigenlijk de controlegroepen het veel beter scoorden dan de mensen bij wie allerlei leefstijlinterventies werden gepleegd. En bij nadere analyse van die cijfers kwam met name stress, oftewel gebrek aan vakantiedagen, als belangrijkste item naar voren. En dat hele woord stress is eigenlijk vandaag niet ter sprake gekomen. Dan snap ik ook wel dat de keuze van de sprekers daar ook niet toe bijgedragen heeft, want het zijn allemaal van die harde werkers. Maar op zich, dat punt, ik bedoel in de spreekkamer als huisarts zie ik dan vrij veel mensen die nu onderuit geschoffeld worden door het feit dat ze maar altijd aan moeten staan en druk en stress en dat allerlei klachten gaat opleveren. En ja, met alle respect, maar een beetje zitten of staan is daar denk ik aan ondergeschikt, zonder dat ik dat nou negatief wil kwalificeren. Ja, daar wil ik wel antwoord op geven. Want wat ik zei, volgend jaar mag ik blijkbaar hier een praatje geven over armoede en armoedebestrijding. Wat uit alle onderzoeken die we eigenlijk ook hebben laten zien, is dat sociaal-economische status, lage sociaal-economische status, iedere keer weer als onafhankelijke factor. Ik heb er 2 jaar genomen, andere studies 1,5 jaar, andere studies 2,5 jaar. En dan gecorrigeerd voor roken, gecorrigeerd voor beweging, gecorrigeerd voor allerlei dingen die ook slecht zijn. Komt dat er best wel sterk steeds weer uit.
En een van de redenen, zeker in die Amerikaanse studies, waar meestal wordt daar naar etniciteit gekeken als maat voor sociale sterkte of zwak. Hier in Nederland is dat vrij gevoelig. De Amerikanen zeggen dat zonder blikken of blozen, dus dat doe ik dan ook maar. Een van de redeneringen daarachter is inderdaad dat stress, het leven onder stressvolle omstandigheden, het leven in wijken waar veel geweld is, iedere maand je huis wordt ingebroken, dat toch niet echt goed is voor de gezondheid. Kijk, weer zo iemand die gelijk de hele hand pakt als je hem één vraag geeft. Wat ik misschien ook vanuit gezondheidsbevorderingskant kan zeggen, is dat we eigenlijk, wat eigenlijk best wel common sense is, is dat individualisering van de zorg die je biedt, dat vaak tot heel effectieve resultaten lijkt. Want voor sommige mensen, precies wat je zegt, is het stress wat het probleem is. En dan kun je wel zeggen, ja, je moet meer gaan wandelen en weet ik wat. Maar hetzelfde is met mindfulness. Voor sommige mensen werkt dat dus, bijvoorbeeld om die stress te verminderen of voor andere dingen. Andere mensen hebben daar totaal geen behoefte aan, want die denken, ik moet eerst mijn stress kwijt en dat werkt niet door te wandelen. En dat is ook qua onderzoek, ik heb geen antwoord eigenlijk, maar qua onderzoek is dat een beetje lastig, omdat je altijd gecontroleerde studies eigenlijk moet kunnen aanvoeren, waarbij een groep mensen een bepaalde behandeling krijgt. En daarin is juist die individualisering van wat geef je nou wie, super moeilijk om te bewijzen van wat heb je nou gedaan. En dat maakt die stap hoe doe je nou evidence-based je praktijk voeren, patiënten behandelen, heel moeilijk als je dus op individueel niveau wil gaan werken. Dat is geen antwoord op de vraag, maar wel een heel belangrijk puntje. Dank. Ik ga helemaal naar achteren in de zaal, want we hebben hiervoor nu wat meer mensen deze gehad. Deze weer die meneer. Die meneer met die baard. Ik heb niet direct een vraag, maar ik wou even toelichting geven op de hooglaagbureaus. Als aankomend bedrijfsarts kan ik daar misschien iets beter antwoord op geven. Bureaus moeten op hoogte instelbaar zijn, maar dat gaat meer vanuit de zittende houding. Maar de heersende norm is tegenwoordig dat die wel hooglaag moet kunnen als daar om wordt gevraagd door een werknemer. Dus bij rugklachten, en er wordt vanuit de bedrijfsarts geadviseerd, er moet toch geïnvesteerd worden in een hooglaagbureau, dan beoordeelt het UWV dat als een noodzakelijke investering. Dus op het moment dat iemand toch de via-poort haalt, dan zullen de collega's van het UWV zullen daar bestraffend op reageren richting de werkgever. Dus de heersende norm is dat hij er wel moet komen. Ja, ik kan me ook nog een discussie herinneren met Mark Rutte toen die staatssecretaris van Sociale Zaken was. Of de werkplekken thuis ook door de werkgever vergoed moesten worden. En ik vrees dat ik degene was die de vraag stelde met het idee, daar zegt hij nee tegen, dan zijn we van dat gezeur af. Maar hij zei ja en ging steeds verder daarmee. Dus dat is nog wel een aardig iets om hem aan te herinneren. Die meneer daar bij het gangpad. Ik had een vraag aan, ik ben Hans Eijkmans, ik had een vraag aan Floor van Bakken. Als we kijken naar de Scandinavische landen, waar ze traditioneel een anti-alcoholbeleid voeren al decennia lang, zijn daar vergelijkingen met verslavingen aan alcohol vergeleken met de andere landen? Het is altijd heel moeilijk om verslavingen. De cijfers worden sowieso heel divers verzameld in landen. Dus het is heel moeilijk om dat te verzamelen. Omdat wij hier een vrij uitgebreid verslavingszorgsysteem hebben, dat heb je in Scandinavië niet op die manier. Er zijn wel prevalentiestudies gedaan in die landen. En daar zie je wel dat Scandinavië weer andere resultaten laat zien dan bijvoorbeeld Nederland. En dat bijvoorbeeld, ik had toevallig met iemand anders hier de discussie over in Italië. Dat we daar bijvoorbeeld ook andere cijfers zien. Maar dat heeft ook heel veel te maken met de alcoholcultuur die heerst in landen. Waar bijvoorbeeld in Zuid-Europese landen je veel meer ziet dat alcoholgebruik gerelateerd is aan het tafelen. En dat eigenlijk voor tafelen en na tafelen eigenlijk geen drankgebruik meer plaatsvindt. Zo zie je dat culturen ook heel veel invloed hebben op hoeveel er gedronken wordt in een land. En dat zie je bijvoorbeeld in Scandinavië, staat weer op een andere cultuur. Andere vragen?
Ja, ik zie hier nog twee vragen. Ja, die meneer die heeft nog geen vraag gesteld, dus die gaat voor. Ik heb een vraag voor collega Stalpers. Ja, bij de les blijf graag. In de grafiek over levensverwachting zaten twee dippen. Bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En voor de Eerste Wereldoorlog zei je al van, ik dacht dat wij toen neutraal waren. Dus hoe komt die dip daar dan? Was het niet gewoon de Spaanse griep? Die dip die heeft, dus inderdaad voornamelijk bevolkingsdip, de gewone bevolking en niet de soldaten, zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk ook bij beide oorlogen het geval geweest. Een oorlog maakt altijd heel, heel veel meer slachtoffers onder de bevolking dan onder soldaten. Eigenlijk, er gaan in een oorlog vrij weinig soldaten dood. Er zijn een paar uitzonderingen, Rusland en Duitsland. Je hebt bij die dip natuurlijk in 2018 heb je wat heet de Spaanse griep. Ze zeggen dat dat een hele bijzondere, aparte griep was geweest die echt zo biologisch zo anders in elkaar zit. Waarbij ze vergaten dat ook 2 tot 3 kwart van de Nederlandse bevolking het eten op bonnen moest krijgen. Er was gewoon honger, smeergoed, het was ellende. Is dat een antwoord? Ja, maar als je de duivel bent, moet je maar het beste die combinatie van oorlog aanpakken, ja. Ja, dat is echt. Dank. Ik had hier twee vragen. Zijn er nog meer vragen? Dan moet u nu uw vinger opstellen. Nee, dan zijn dat de twee laatste vragen. Dus. Dankjewel. Floor van Bakken. Ik was benieuwd, aan het einde zei je, had je wat ideeën over hoe we mogelijk ons geld goed kunnen besteden voor de preventie van verslaving en alcoholgebruik. En daar zeg je op een gegeven moment ook, we moeten meer individuele preventie oprichten, volgens mij. Heb je daar ideeën over, hoe zou je dat aanpakken? Ik was wel benieuwd wat je daarmee bedoelde. Nou ja, kijk, wat ik zei is dat we ons meer moeten richten op dat vroeg signaleren. Eigenlijk kortdurende interventies doen op het moment dat wij signaleren dat mensen problematisch gaan drinken. Waar je nu ziet dat heel veel van het voorlichting van het preventiebudget, als het om echt preventieve interventies gaat, gaat naar voorlichting. Hè. Wat ik al zei, panacee is vaak al, ga maar voorlichting geven op een middelbare school. En dan los je het probleem wel op. Nou, daarvan weten we eigenlijk dat het heel weinig effectief is. Dat je veel meer moet inzetten op het netwerk om mensen heen, om kinderen, om jongeren heen. En ook vervolgens om volwassenen heen. Om vroeg te signaleren als het gedrag uit de hand lijkt te lopen. En daar vervolgens adequaat op moet kunnen reageren. En dat zijn inderdaad korte interventies. Bijvoorbeeld een huisarts die gewoon vraagt, goh, hoeveel drinkt u eigenlijk? Want u heeft het over dat u slaapproblemen heeft. Hoeveel drinkt u eigenlijk? En dat heel vaak ook dat soort dingen aan elkaar gerelateerd kunnen zijn. Dankjewel. Dan hadden we hier nog één vraag. Dat was de laatste vraag. Nou, dat is meer een opmerking voor, ik denk, voor volgend jaar. Want ik ben niet zo erg pro al die preventie en leefstijl. Ik vind dat het een beetje een hype is geworden. Wat iedereen maar roept die het over gezondheidszorg heeft. En naar mijn inziens moet je beperken tot preventie waarvan aangetoond is dat het werkt. En dat er veel meer geld naartoe moet, hangt er alleen maar vanaf of de interventie duur is of niet. Dus het gaat niet over een absoluut bedrag. U heeft een vraag of u doet nou, de, een... De vraag is, we zitten op een... Want het zijn prachtige inleidingen geweest, maar we zijn van de vereniging tegen de kwakzalverij. En ik zie toch ook een tendens om in de preventie nogal wat kwakzalverij te zien. Er zijn huisartsen die met lifestyle huisartsgeneeskunde komen. Er is een hoogleraar diabetologie. De voorbeelden leiden. Zijn ons duidelijk. Daar had ik eigenlijk wat meer over willen horen. Hoe het staat met de kwakzalverij in de Ik wil straks nog wel, maar ik wil eentje kwijt. Eén voorbeeld. Wij geven per jaar aan onze basisscholieren €5.000 per basisscholier uit. Om te leren lezen, te schrijven, te rekenen. €5.000 en dat vinden wij te weinig. Dat bent u met me eens, hè? De Nederlanders, wij vinden dat er meer geld naar het onderwijs moet. Hè? Er zijn volgens de Rijksoverheid in hetzelfde document waar zij vol trots aangeeft dat er 16 miljoen
euro gaat naar het leren lezen en schrijven van laaggeletterden, van 2,5 miljoen laaggeletterden. Deel je dat, 16 miljoen, door 2,5 miljoen laaggeletterden of mensen die de Nederlandse taal slecht beheersen, dan is dat 25 euro per jaar. En dan kun je zeggen, ja, nee, maar ik wil graag een bewijs van jou hebben dat iets meer geld voor laaggeletterden, dat goed is voor de volksgezondheid. Dan wil ik niet met jou een biertje zo direct gaan drinken. Nog anderen die... Nou ja, ik ben het met je eens. Er is heel veel kwakzalverij, in, ook in de preventiewereld. En daarom denk ik ook dat we juist moeten inzetten op de preventieve interventies, waarvan we wel weten dat ze werken. En daarom dat ik ook zeg, dat zit vaak op het wat pijnlijkere vlak. Dat zijn die beleidsinterventies waar je toch echt wel mee echt kan zorgen dat mensen, en dat is met roken natuurlijk al aangetoond, het verhogen van de prijs van een pakje sigaretten en het verbieden van rookruimtes heeft gewoon een enorm effect gehad. Het zijn alleen wel de maatregelen die door de overheid, ik kijk nu naar jou, vaak heel ingewikkeld worden gevonden. Nou, kijk, ik kan daar zeggen dat ik daar een hele positieve invloed heb gehad. Want ik ben namelijk heel allergisch voor roken. En ik had een collega, een paar collega's, en die puften hun ruimte vol. En dat was al zo dat als ik een afspraak had, dan hun secretaresse de ramen opendeed, zodat ze doortochten. En ik hoefde dus niks te zeggen, want ze zagen gewoon die tranen. En wat is nou effectiever dan zo'n voorbeeld? Dus inderdaad, die collega is toch omgegaan, ondanks dat hij totaal verslaafd was. Ik hoef niet te vertellen wie dat was, maar iedereen die de geschiedenis kent, kan hem nog wel herinneren. Nu het op mij terechtgekomen is, ga ik gauw deze vergadering beëindigen. Dat snappen jullie. En ik zou zeggen, welkom bij de borrel die niet alcoholisch hoeft te zijn. En ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer hier te zien. APPLAUS.